Het is de Liquid Force Timba. En de Timba is een ontzettend breed inzetbaar board. Eigenlijk hun meest crossover board die echt op zowel de kabel als de boot gewoon hartstikke goed is. Medium stijf, zodat hij ook overal leuk is. En een beetje gericht op de wakeboarder die het eigenlijk gewoon allebei wil doen. Dus die en achter de boot en achter de kabel wil wakeboarden. Daar is dit gewoon hartstikke tof voor. Of iemand die bijvoorbeeld op de kabel toch een board wil met echt heel veel grip. Daar zou het op zich ook nog wel voor kunnen trouwens. Zoals ik al zei, medium stijf. Zodat hij toch op de kabel nog leuk is. Je kan ermee pressen. Maar dat hij ook achter de boot nog meer dan genoeg pop kan geven. Een continuous rocker, zodat hij lekker speels aan wil blijven voelen. Terwijl hij toch veel grip heeft. En ja, wat voorspelbaarder reageert. Als jij een ollie gaat doen of als jij van de week af wil springen. Gaat hij ietsjes voorspelbaarder zijn door zijn continuous rocker. Wat heel cool is, is ze hebben hem een ontzettend goede base gegeven. Namelijk de Liquid Force Sintered Grind Base. Super stevige base, eigenlijk niks op aan te merken. Ook al, ja, het maakt niet uit hoe lang je er mee over obstakels gaat. Deze gaat het gewoon eigenlijk hartstikke goed houden. En wat ze hebben gedaan om hem die grip te geven, is natuurlijk de vinnen. Die je er heel makkelijk op kan zetten en er heel makkelijk af kan halen met deze schroeven hier. En daar natuurlijk hou je ze er heel makkelijk vanaf. Maar wat er nog meer gebeurt hieronderop is, het is een beetje slecht te zien voor jullie op de camera, denk ik. Maar er zit hier eigenlijk een spine in het midden. Zodat als jij van wake to flat gaat springen, dan splijt hij het water als het ware wat meer. En het geleidt het water heel makkelijk van voor naar achter over door het board met heel weinig weerstand. En die loopt eigenlijk helemaal van het begin tot eind, zodat je ook een beetje in de tip en in de tail wat meer grip kan pakken. Natuurlijk hebben ze hier weer de channel lopen. Die helpt je voornamelijk met stabiele landingen maken. Die zorgt ervoor dat als jij een landing hebt, dat die ja, wat meer in een spoor houdt in plaats van heel erg gaat lopen zoeken. Dan hebben ze de edge hier, hebben ze een heel klein beetje afgerond. Loopt die een heel klein beetje af. En dat helpt jou net een heel klein beetje bij het rijden van imperfecte obstakels. Waar als je een heel klein kiertje hebt, zou je er een edge mee kunnen pakken als die helemaal strak zou lopen. Hebben ze hem heel klein beetje afgerond om net jou dat vergevingsgezindheid puntje te geven. En dat helpt gewoon ontzettend veel. Zorgt ervoor dat je en minder vaak valt. En dat je board gewoon veel langer meegaat. Want de hele tijd al die kleine impacts op de sidewall, die gaan toch eraan vreten op een gegeven moment. Dus dit hebben ze echt heel goed gedaan, vind ik. Natuurlijk heeft hij gewoon de sidewall van Liquid Force, de stevige sidewall. Dat als je dan toch een keer rechts tegenaan tikt, of je gooit hem bijvoorbeeld net even iets te hard in je boordrek, is hij gewoon goed beschermd daartegen. Als je dat allemaal samengooit, kom je eigenlijk een beetje uit op de Timba. Super breed inzetbaar board, zoals je al wel gehoord hebt inmiddels. Coole print ook. Wel een van de leukere prints van dit jaar, vind ik zelf. Mocht je er meer over willen weten, mocht je het echt willen zien, kom dan even langs bij ons in de winkel. Dan vertellen we er graag meer over. Als dat niet kan, kijk dan bij ons op de website www.downtown.nl. Dit is de Liquid Force Timba.